What's up iedereen, dit is High 5 Video. Ben je klaar voor een nieuwe top 5? Let's go! Iedereen kent ze wel, rijke Nederlanders. Als ze zouden willen, kopen ze iedere maand een gloednieuw appartementje of een Duitse sportwagen met meer pk's dan dat je eigenlijk nodig hebt. Maar wie zijn nu eigenlijk het allerrijkst? De top 5 rijkste Nederlanders op dit moment. Komt eraan. Nummer 5. Ralf Sonneberg. Hij is goed voor, let op, 2,6 miljard euro. Ralf Sonneberg is de man achter het bedrijf Luxaflex. Het gebeurt niet vaak dat een merknaam ook een soortnaam wordt. Behalve bij mensen die geen verstand hebben van auto's en alle SUV's een Jeep noemen. Henry Sonneberg, de vader van onze nummer 5, richtte het bedrijf op in 1919. En toen nog in Duitsland. Zijn familie was Joods. Dus kwamen ze in de jaren 30 naar Nederland. Ralf Sonneberg leidt het bedrijf samen met zijn twee zoons, Mark en David. En Ralf is goed dus voor 2,6 miljard euro. Hoef je geen medelijden mee te hebben met deze man. Nummer 4, die kennen we allemaal wel volgens mij. John de Mol. John de Mol, is maar net hoe je het wil hebben. 2,5 miljard euro. Uiteraard natuurlijk de mediamagnaat. Heel lang geleden raakte John geïnteresseerd in de platenindustrie. Dat kwam door zijn vader, die werkte bij Radio Noordzee. Mega populair in die tijd. Hij begon als technicus bij Joost den Draaier. Op een moment mocht hij zelf plaatjes gaan draaien, heeft hij heel lang om moeten zeuren. En hij is ook nog aan de slag gegaan, weer een paar jaar later bij Studio Sport. Hij mocht daar de hoogtepunten van voetbalwedstrijden aan elkaar monteren. En even later, inmiddels volgens mij weer een decennium later, werd hij eigenaar van John de Mol Producties BV. Hij heeft ooit nog Medisch Centrum West geproduceerd. Ken je dat nog? Was echt eind jaren 80, begin jaren 90 superhot. Hij heeft nog een tijdje samengewerkt met Joop van den Ende. En nu is hij natuurlijk eigenaar van Talpa Media. En mede-eigenaar van SBS en diverse commerciële radiostations. Die man heeft het goed gedaan. 2,5 miljard euro. Nummer 3. Gerita en Inge Wessels, 3,6 miljard euro. Eind 2017 overleed hun vader, Dick Wessels. En hij was een nogal succesvol bouwondernemer. Hij was ooit directeur van bouwbedrijf Wessels. In 1933 gestart door vader Dick. Zijn twee dochters, Gerita en Inge Wessels, die erfden alle aandelen en de investeringsmaatschappij. En Quote heeft besloten vorig jaar om het kapitaal van de zussen samen te voegen. En dan zijn ze samen goed voor 3,6 miljard euro. Nummer 2. Frits Goldschmeding. Frits is de oprichter van Randstad Uitzendbureau. Denk daar nog maar een keer aan als je weer een keer werk aanneemt voor het minimumloon. Hij richtte dat op in 1960. Sinds 1950 zit hij bij de Goldschmeding Foundation voor Mens, Werk en Economie. Hij zit daar in de Raad van Toezicht. Zijn doel is medemenselijkheid en liefde terugbrengen in de samenleving. Frits wil heel graag een betere wereld door middel van het denken vanuit het belang van de ander. Het klinkt vaag, waarschijnlijk wil hij gewoon een schoon geweten hebben. Hij is goed voor 4,4 miljard euro. En dan nummer 1. Charlène Heineken. Goed voor 14,2 miljard euro. En het mooie is, daar heeft ze helemaal niets voor hoeven doen. Ze is trouwens ook meteen een van de rijkste vrouwen ter wereld. Haar vader was natuurlijk, je raadt het al, Freddy Heineken. Je weet wel, van het biertje. Toen hij in 2002 overleed, kreeg Charlène 3 miljard euro gestort op haar rekening. 3 miljard euro van de een op de andere dag. En dan vraag je je misschien af, hoe komt ze aan de rest van haar fortuin? Nou, daarnaast heeft ze 25% van alle aandelen Heineken in handen. En ze is ook nog eens algemeen directeur van het bedrijf. Dus dat doet ze goed. 14,2 miljard euro, Charlène Heineken. En tot zover deze top 5. Wil je meer? Abonneer je op ons kanaal. Krijg je vanzelf meer video's te zien. Stay safe. Peace.